Van Zanen moet het zelf doen, want er is niemand voor de goal. Van Zanen doet het zelf. Mooie goal van de linksbuiten. Robin van Zanen. Van Zanen. Doet hij het nu dan? Ja, hij doet het meteen. Zo, dat is een antwoord. Robin van Zanen. Ik ben Robin van Zanen, ex-profvoetballer en eigenaar van 11 Shots Media. En zo naar 11 Shots. Er staat 1-0. Het profiteren van Van Zanen. Allemaal taggy. Het wordt Van Zanen. En hij gaat erin. Oké, let's go. Mijn naam is Robin van Zanen, 36 jaar oud. Geboren in Amsterdam. Ik heb 10 jaar lang bij Volendam gespeeld, waarvan 8 jaar in het eerste. Mijn debuut bij Volendam kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was 9 mei 2003 en dat was een Hollandse derby, Volendam tegen Telstar. En door vele blessures en schorsingen kreeg ik de kans om mijn debuut te maken. Tijdens mijn debuut voelde ik vooral zenuwen, want je komt als 17-jarig jongen het veld binnen en je komt echt in de grote mannenwereld, om het zo maar even te zeggen. Hier is het allemaal begonnen, bij HBOK. Het begon op Klompen. Op 5-6-jarige leeftijd kwam ik hier terecht en heb ik de effies en de eetjes mee gespeeld. Ja, daar bleek dat ik best wel wat talent had en toen ben ik uiteindelijk verkast naar DWV in Amsterdam-Noord. Via district elftallen van de KNVB bij Volendam terechtgekomen. Tot mijn 13e heb ik in Holy Sloot gewoond en eigenlijk dit was een van de pleintjes waar ik altijd met mijn vrienden aan het voetballen was. Hier is de brandweerdeur is altijd de goal van ons geweest. En zo speelden wij voetbal toen in Holy Sloot. Ja, mijn eerste goal. We zijn gepromoveerd en toen had ik niet heel veel gespeeld, maar ik kreeg wel de kans om tegen Heerenveen uit mijn debuut te maken. Ja, dat was best een lastige wedstrijd om eerlijk te zijn. Alleen in de tweede helft scoorde ik wel de 1-1. Vanuit een hele moeilijke hoek maakte ik de 1-1 en dat was gelijk natuurlijk een heel goed gevoel. Want de eerste wedstrijd in de basis en meteen scoren, dat zijn niet voor heel veel mensen weggelegd. In mijn carrière heb ik zeker dieptepunten meegemaakt, want ik maakte al snel mijn debuut op jonge leeftijd en dat ging altijd heel erg goed. Maar na het eerste jaar scheurde ik al mijn kruisband af. En ja, dat is wel een van de ergste blessures die je kan hebben als voetballer. De revalidatie van mijn knieblessure was wel pittig. Want uiteindelijk zie je natuurlijk altijd iedereen vrolijk het veld oplopen en doet zijn ding. En jij bent net geopereerd en jij moet eigenlijk gewoon elke ochtend de gym in om eerst simpele oefeningen te doen. En daarna weer een heel proces. Je moet eigenlijk bijvoorbeeld, je begint eigenlijk een beetje met het leren lopen weer. En dat is soms wel mentaal heel moeilijk. Alleen, je houdt toch een droom en je wil ook weer met de jongens het veld op en je wil gewoon weer voetballen. Dat was wel een houvast voor mij, maar ik ben wel op een gegeven moment na gaan denken van ja, wat als? Ik heb alles gegeven om te revalideren en dat ging ook wel goed, maar dat gaat natuurlijk wel met ups en downs. En in de downperiode ga je wel nadenken van ja, zou het nog wel mogelijk zijn, doe dit of dat. Ja, mijn tijd bij Volendam was eigenlijk geweldig. Ik kom hier uit de buurt, ik heb de jeugd doorlopen en uiteindelijk vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste. Dus er gingen heel veel vrienden, teamgenoten die met mij meegroeiden naar het eerste elftal. De twee promoties met Volendam, waarvan het kampioenschap wel blijft hangen natuurlijk. Want in het kampioensjaar was ik vaste basisspeler en was ik heel erg belangrijk met veel goals en assists. Dus daar kijk ik zeker met een goed gevoel op terug. Dit is Robin van Zanen. Het schot van afstand. En dan belandt die bal zomaar in het doel. Bevaart tegenover zich. Die is hij kwijt. Van Zanen, goede actie. Goed doelpunt. Robin van Zanen. Zover, daar komt Volendam weer. Daar komt Volendam weer. En daar is wederom een goal. 3-4. Robin van Zanen. Werk opnieuw. De fout van Ivo de Heus. Dan is Van Zanen rap genoeg om het af te maken. Van Zanen.
Die is direct de tegenstander aan de verkeerde kant staat te dekken. En Van Zanen spijkert de bal dan op de paal. Een goede actie van Kuip en de voorzet, daar is 2-1. Rowin Van Zanen. Meijnaert met de voorzet en daar is Van Zanen. Daar Hofstede voorlangs, maar daar is Van Zanen. En hij maakt zijn tweede van de middag. Mooi steekballetje van Meijnaert, platje met de voorzet en Van Zanen achter het standbeen. Fantastisch doelpunt en zijn derde van de middag. Ja, we hadden gewoon een hele leuke, goede ploeg, voetballende ploeg. We scoorden veel, we hadden heel veel jongens in het team die belangrijk waren. Dus er was één topscorer, dat was Jacques Tuyp, die scoorde volgens mij dat seizoen 36. Maar eromheen de buitenspelers, waaronder ik en de mid-mid, die scoorden volgens mij ook allemaal 12 keer. Dus het was echt een feest om die wedstrijd te spelen. En uiteindelijk met een titel als prijs. En daar kijk ik wel heel mooi naar terug. Volendam is kampioen! Volendam kampioen van de eerste divisie. Bravo geworden! Na 8 jaar bij FC Volendam gezeten te hebben, transfereerde ik in 2010 naar Willem II. Het eerste jaar bij Willem II was sportief gezien niet echt een heel succes, want we waren een heel slecht jaar en aan het einde van het seizoen zijn we ook gedegradeerd. Het tweede jaar van Willem II kwam er een nieuwe trainer in de eerste divisie. Bij die trainer speelde ik vaak wel niet en zat ik vaak op deze bank hier. Waardoor ik in de winterstop al kreeg te horen dat er nieuwe spelers kwamen en dat ik verhuurd moest worden. En op de laatste dag transfereerde ik toen nog voor een half jaar naar Fortuna Sittard. En bij Fortuna heb ik eigenlijk een heel goed half jaar gehad met heel veel goals en assisten. Waardoor ik uiteindelijk een contract heb kunnen verdienen bij Almere City. Weer keer is Hoessen de aangever en is het Van Zanen omspeeld. Prachtig doelman Ruiter en het is 3-0. De wedstrijd is gespeeld. Een voorsprong dus voor AGOVV. Hier is de gelijkmaker in de maak. Een lastig hoek, maar prima afgerond door Rowin Van Zanen. Schreurs, Hoessen, kijk eens wat een combinatie. Daar is de derde spits, Van Zanen. En daar is de 1-1 op het scorebord. Swinkels maakt zich boos. Maar het is een prima combinatie. 1, 2, 3. En Van Zanen wipt dan de bal over doelman David Meul heen. Ja, bij Almere City, mijn laatste club in Nederland, had ik een eenjarig contract. En het tweede half jaar speelde ik al heel weinig. Maar als je weinig speelt, dan ben je al snel buiten beeld in de voetbalrij. En vanaf de zomer dat mijn contract afliep, heb ik mezelf eigenlijk fit gehouden op zo'n kruifkoord. Shuttle runnetjes uitzetten, pionnetjes, een beetje dribbelen. In de hoop op een nieuwe club. En dat heb ik een halfjaartje gedaan op een kruifkoord om fit te blijven. Wat mentaal best wel zwaar was, want je moest jezelf elke keer zelf motiveren om fit te blijven. Maar toch gedaan, in de hoop op een profclub. Helaas kwam die tot de winterstop niet. En heel veel belletjes gehad van zaakwaarnemers. Maar uiteindelijk nooit iets fatsoenlijks gehoord, want ze kwamen echt uit alle landen. Alleen ik geloofde er niet echt in. En uiteindelijk was er wel één zaakwaarnemer die mij een ticket stuurde naar Turkije. En toen zou ik meetrainen met twee clubs uit Kazachstan. Dat heb ik toen ook gedaan. Ben ik 2 weken naar Turkije geweest, Belek. Heb ik met twee clubs uit Kazachstan meegetraind, wat best wel een aparte ervaring was. Ik denk dat ik in 12 dagen tijd misschien 20 keer getraind heb en 2 wedstrijden gespeeld heb. Uiteindelijk is dat ook niks geworden. En toen ik terugkwam, toen was het besef wel daar van ik heb nu alles eraan gedaan om een nieuwe club te vinden. Alleen dat is niet gelukt. En toen ben ik gaan nadenken van wat nu? En uiteindelijk ben ik toen in contact gekomen met Kozakken Boys. Dat speelde toen nog topklas. En daar heb ik toen een contract getekend voor een jaar. En dat was dan voor het komende seizoen. En toen kwam ik helemaal in de media met Brabants Dagblad en dat soort dingen van profvoetballen stopte mee, dit en dat. En toen werd ik opeens opgevangen door een man uit Balanassau. Die had een nieuwe club opgericht in Amerika en dat was dan Cincinnati Dutch Lions. En toen ben ik daar uiteindelijk nog 3 maanden naartoe geweest. Dus ik heb toch nog mijn buitenlandse avontuur gehad in Amerika en dat was dan voor 3 maanden, van mei tot juli ongeveer. En daardoor kon ik een mooi avontuur aangaan. Plus ik kon mezelf weer fit spelen om het jaar erop, dus vanaf juli weer bij Kozakken Boys mee te spelen. En daar stopte eigenlijk mijn profavontuur, om het zo maar even te noemen. Passes it in for the score!
Ik heb nooit echt besef gehad om filmmaker te worden. Alleen dat besef kwam pas later. Ik was wel altijd al bezig met foto en video's, want ik ben wel een gadgetfreak. Dus ik kocht altijd de kleinste camera's en toen kwam ook die GoPro uit, die kocht ik ook gelijk. En daarvan, op vakantie maakte ik altijd heel veel filmpjes met die GoPro en fotootjes en dat ging ik dan bewerken in een aftermovie. En daar is het eigenlijk een beetje mee gestart en vanuit daar kreeg ik gewoon leuke reacties. 11 Shots Media staat voor, 11 is altijd mijn rugnummer geweest. Ik ben altijd linksbuiten geweest en heb wel vaak nummer 11 gehad. Dat kun je zien aan de shirtjes die ik allemaal gedragen heb. Ja, en shots kun je natuurlijk zien in voetbal shots of shots met een camera. En media is meer een, dat mensen wel het idee hebben dat ze met foto en video te maken hebben. Dus vandaaruit is eigenlijk een beetje de naam ontstaan. Met mijn bedrijf film ik eigenlijk verschillende soorten branches. Ik doe ook veel in de voetballerij, maar ik doe ook bruiloften, bedrijfsfilms of dingen in de reiswereld. In de voetballerij heb ik wel hele gave projecten gehad. Bijvoorbeeld, ik had een klus in een hotel in Curaçao en toen kwam ik Justin Kluivert tegen. Vandaag nieuwe shoot met de enige. Wat gaan we vandaag doen? We gaan met de fijne Samman en we gaan buggy rijden. Wat een leuke dag. Vanuit de video van Kluivert kwam toen een voetballer in Spanje. Die speelde bij Gimnastic en dat was de keeper van het nationale team van Macedonië. Die wilde wat content hebben van zijn keepershandschoenen. Dus toen ben ik naar Barcelona gevlogen om daar wat content te schieten. Een van de gaafste is ook wel Indonesië. Ik heb Mark Klok gefilmd, maar die is best groot in Indonesië. En daar heb ik toen, 12 dagen met hem op pad. Heb ik trainingsvideo's gemaakt, hoe zijn leven eruit ziet. En vanuit daar ben ik toen in Bali terechtgekomen om voor hem een vakantievideo te maken, maar ook zelf op pad te gaan en echt de dikste hotel zeg maar gefilmd heb. Daarbij ben ik ook heel veel gaan vloggen. Had ik nooit verwacht dat ik dat zou doen, maar als ik een gaaf project had, dan ben ik gaan vloggen. Ja, ja, zijn we dan weer. 11 Shots Media on tour. Vandaag aanwezig op Anfield Road. Another day at the office. En dit is dus één van de villas waar we verblijven. Check hoe het er van boven uitziet. Binnen de voetbalwereld sta ik nu wel bekend als een videograaf. En een voorbeeld is ook FC Afkikken. Daar heb ik laatst ook een aflevering voor Fox Sports mee opgenomen. En toen gingen we gewoon naar Heerenveen om daar met Joey Veerman een item op te nemen. En die komt daar gewoon op Fox Sports. Terwijl eerst stond je daar op het veld en nu maak je daar de eigen aflevering van. Dat is natuurlijk wel heel gaaf om te zien. Een andere klant is Number One Voetbalreizen. En zij wilden op een gegeven moment videocontent hebben en toen hebben ze mij benaderd. Toen zijn we naar Liverpool Bayern München geweest, Champions League wedstrijd door de week. En toen zat ik eigenlijk op de eerste rij om even beeld te maken van die wedstrijd. Het was heel gaaf om het You Never Walk Alone in Liverpool mee te maken, want dat is wel echt een impact. Alleen was de wedstrijd wel teleurstellend, was 0-0, maar super gaaf ervaring en hele mooie beelden kunnen maken. Ja, een van de grootste YouTube kanalen op voetbalgebied is natuurlijk Touzani. En zo naar 11 Shots. Ik heb er maar eentje nodig. Wel gaaf dat ik een paar keer met hem heb mogen samenwerken om een paar afleveringen te maken. Weliswaar als tweede cameraman, maar ik kreeg wel een kijkje in zijn keuken en kon hele gave content maken. Een ander YouTube kanaal waarvoor ik ook veel werk is Keepershandschoenen TV. Ja, dat is vooral een YouTube kanaal gericht op keepers en dan maken we gewoon veel productvideo's en keepers battles. Zo! We zijn begonnen! Kijk even die goal terug, replay. En die ken ik trouwens, Rowan ook. Wat een legend. Als jij nou meer van dit soort video's wil zien, druk dan heel snel even op die like button. En ook abonneren en deel het even met je vrienden. Dit was hem weer. Fantastische pot tussen deze twee legends. En op naar de volgende. Toen ik transfervrij was, heb ik me hier zelf heel erg fit gehouden in de hoop op een nieuwe club. En niet wetende dat ik zeg maar een paar jaar later mijn eigen bedrijf zou hebben. En dat ik de hele wereld zou rondvliegen voor mijn klussen.